Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Bureau Letselschade, Global Care Clinic, Elekta Brachytherapie. In deze laatste aflevering van Medical Travel van dit seizoen reizen we helemaal af naar het Diaconesse Ziekenhuis in Paramaribo en komen we veel meer te weten over radiotherapie. Schoonheid is vandaag de dag erg belangrijk, maar helaas niet vanzelfsprekend. Zowel lichamelijke, psychologische als omgevingsfactoren kunnen invloed hebben op het uiterlijk of het zelfbeeld van de mens. In veel van deze gevallen is het tegenwoordig mogelijk om de schoonheid te beïnvloeden met diverse behandelingen, gaande van zogenaamde lunchtime-behandelingen tot meer ingrijpende operaties. We zijn net over de grens in het Belgische Limburg om een kijkje te nemen in de wonderlijke wereld van plastische en esthetische chirurgie. Waarom kiezen mensen voor Global Care Clinic? We zien eigenlijk dat de laatste jaren de esthetische en plastische chirurgie blijft meer en meer mensen aanspreken en tot verbeelding spreken eigenlijk. En we zien, ondanks de crisis ook, blijft deze markt maar groeien. We zien ook dat er meer en meer mensen van verre afstand naar ons toe komen. Niet alleen uit Nederland en Duitsland, ook uit Engeland en Dubai. En dat komt denk ik omdat wij kwaliteit geven en service aan een betaalbare prijs. Wat is een trend van nu? De trend is eigenlijk de toename van niet-chirurgische behandelingen. Dus we zien enerzijds dat mensen jonger komen en dat ze ook goed en duidelijk geïnformeerd zijn over wat ze willen. En ze starten vlugger met niet-invasieve behandelingen. Dat wil zeggen rimpelbehandelingen zoals botox en fillers, medische peelings, waarbij ze ook niet te veel tijd van hun werk moeten weg zijn. De zogenaamde lunchtime behandelingen, die zijn de laatste jaren exponentieel gegroeid. Hoe zit het met kwaliteit en kwalificatie? Ja, goede controle op de kwaliteit is natuurlijk essentieel voor de veiligheid van de patiënt. Deze moet dan ook gewaarborgd worden door een controle op de kwaliteitsnormen. In België heb je eigenlijk de Belgian Society for Private Clinics, ook wel afgekort de BSPC. En hiertoe kunnen eigenlijk enkele klinieken toetreden die aan deze hoge kwaliteitscriteria kunnen voldoen. En hoe wordt er gecontroleerd of je aan al deze criteria voldoet? Deze worden dan van boven tot onder volledig doorgelicht door de keuringinstantie Kiwa. En enkel alleen als we al deze puntjes voldoen, dan krijg je eigenlijk zo'n nieuw certificaat. En Global Care Clinic heeft voor de tweede keer op een rij dit certificaat probleemloos verlengd. Wat is tegenwoordig belangrijk om je als kliniek te onderscheiden? Geen enkel patiënt mag zich als een nummer voelen, zoals een gewoon ziekenhuis, maar moet eigenlijk persoonlijke begeleiding worden aangeboden van A tot Z. Vanaf het eerste consultatiegesprek tot op de postoperatieve nakontroles, eigenlijk alle medewerkers moeten patiënten behandelen zoals ze zelf graag behandeld willen worden. En je merkt dat het eigenlijk maar een kleine moeite is, maar vaak maakt dat voor de patiënt wel een wereld van verschil. Het persoonlijke aspect is dus zeer belangrijk. Voor lange afstandspatiënten wordt de mogelijkheid geboden om de operatie in te boeken op de dag na de consultatie, ook wel bekend als next day surgery. Next day surgery biedt veel voordelen aan de patiënten, zoals de lagere kosten, geen extra reiskosten, minimale wachttijd en minder tijd weg van familie en werk. Door de enorme groei van het medisch toerisme bieden wij sinds kort ook de next day surgery aan. Belangrijk hierbij is dat de patiënt zich vooraf best in zijn thuisland al eventjes laat adviseren door een collega-arts of de behandelingskeuze die hij of zij maakt wel een goede optie is. Nu als lid van de internationale organisatie ICEPS bieden wij onze patiënten, de lange afstandspatiënten, ook een bijkomende verzekering aan bij Lloyds die hun eigenlijk overal ter wereld een bijkomende dekking geeft. Deze dekking biedt de patiënt de mogelijkheid om een correctieve ingreep te laten doen in hun thuisland door een plastisch chirurg die lid is van de organisatie ISAPS. Zorgtoerisme, met name in de plastische chirurgie, groeit wereldwijd. Daarom nemen we een kijkje in het Diaconessenhuis in Paramaribo, waar niet alleen mensen uit omringende landen komen voor een behandeling, maar ook uit Nederland. Het Diaconessenhuis bestaat al meer dan 50 jaar. Officieel worden we dan particulier ziekenhuis genoemd. Maar van origine zijn we inderdaad vanuit de kerk ontstaan en we zijn in
eigenlijk in die beginjaren ook direct gekoppeld aan de medische zending. Hè? Dus dat we zeggen de behandeling van de patiënten uit het binnenland. Tussen 60% en 70% van de patiënten die hier de bedden bezetten zijn overheidsverzekerd. Aan de andere kant zijn we een klein en overzichtelijk ziekenhuis waarbij besluitvorming erg makkelijk gaat. En er zijn korte lijnen tussen alle structuren binnen het huis, waardoor je eigenlijk heel snel kan move. Als zorgmanager heb je de coördinatie over een aantal afdelingen in het ziekenhuis, zowel verpleegafdelingen als specialistische afdelingen. Nou, dat multiculturele, daar zijn we in opgegroeid, we zijn er een deel van. Dus weten wij vaak ook hoe in te spelen op de specifieke behoeften van culturele groepen, van bepaalde maatschappelijke groepen ook. Omdat je daar zelf uit afkomstig bent. En dat maakt ook dat we in dit ziekenhuis, het diaconessenhuis, reeds geruime tijd begonnen zijn met patiëntgericht werken. Dus die zorg op maat bieden. Door deze aparte samenstelling van de bevolking, multicultureel, verschillende achtergronden, dat wij daardoor toch kennelijk die expertise hebben opgebouwd. Het is een dorp, zou je kunnen zeggen. Als je kijkt naar het aantal mensen, 500.000, iets meer. In verschillende kringen kom je elkaar tegen. En betekent dat als het goed gaat, is het onze lieve Heer. Als het verkeerd gaat, is het die dokter, of die zuster, of het ziekenhuis. Dus je moet je best doen in deze kleine gemeenschap, want anders gaat het inderdaad heel snel mis. Wel, de mens overal is hetzelfde. En zeker als het om dienstverlening gaat, zorgverlening gaat, dan hebben we altijd één doel voor ogen. En dat is de patiënt comfort bieden, beter maken, hulp bieden, ondersteunen. En dat is waar een patiënt behoefte aan heeft. Ik ben Kari Revos en ik doe strategische communicatie en branding in Suriname. Ik heb me laten behandelen een jaar of 15 geleden voor een litteken. Omdat ik 4 jaar daarvoor een keizersnee gehad had die lelijk genas. Dat is me zo goed bevallen, de manier hoe ik in het diaconess ziekenhuis ben opgevangen, behandeld. Ook het christelijke aspect, 's morgens christelijke liedjes. En we kwamen de dominee langs om te bidden. En dat zijn toch dingen die je erg veel kracht geven wanneer je in een bed ligt en je mag er niet uit. En je bent er voor de in eerste instantie voor de Surinaamse patiënt. En dat is, zoals ik al zei, voor het overgrote deel de overheidsverzekerde. De ziekenhuizen, min of meer worden zij enkel betaald voor hun exploitatiekosten. Dus je zal op een moment creatief moeten worden. Hè, en andere vormen van inkomsten moeten aanboren. En de ideeën zijn onder andere inderdaad zorgtoerisme, om dat te gaan ontwikkelen. Dat is voor ons een opportunity, hè, om dan die extra inkomsten te kunnen maken. We zien inderdaad een trend in het idee van medisch toerisme. Mensen vanuit het buitenland, eigenlijk van oudsher al vanuit Nederland en de omringende landen, maar nu iets meer vanuit Amerika, maar zeker ook Brazilië. Dat is echt een nieuwe markt. In het algemeen bestaat er nog steeds ook wereldwijd een wat beperkt beeld over plastische chirurgie. Over het algemeen denkt men aan cosmetische chirurgie. Dat is een belangrijk onderdeel. En als je hier kijkt naar de verdeling in Suriname, is het 30% cosmetiek, 30% handchirurgie. Dat is een absoluut belangrijk onderdeel. 30% reconstructieve chirurgie, mensen die een mutilerende ingreep hebben gehad. En dan voor het overige de brandwonden en de aangeboren afwijkingen en dergelijke. Dus het is eigenlijk best wel een breed vak. En ik kan op dit moment eigenlijk niet echt auto rijden, of kan ik het morgen wel proberen? Zodra je zich veilig voelt en in staat bent om alles te doen onder controle, dan mag dat. Oké. Dan valt het helemaal mee. Nee, het is niet uw vraag, wij draaien. Ik probeer ook goed na te gaan wat de werkelijke vraag is van de patiënt. Iemand die met super overgewicht komt, die is waarschijnlijk op een heleboel vlakken niet blij. En slechts het verwijderen van vet van de buik, dat is waarschijnlijk een druppel op een gloeiende plaat. Sommigen komen wel met het idee, als je daarmee begint, dan ben ik gemotiveerd om allerlei andere dingen te gaan doen. Maar ik probeer toch wel een beetje dieper erop in te gaan van hoe zit het met je leefstijl. Want het is iets wat je moet volhouden de rest van je leven. En ik ben slechts een klein hulpmiddel daarin. Dus ik wil het liefst iemand die op een goede lengte gewichtverhouding is, dan wel op een zodanig streefgewicht dat hij happy is met wat hij doet. Geldt ook voor het afvallen. Think big, make small steps. Als je 130 kilo bent en ik opereer en ik doe een buikomcorrectie en dan gaat liposucties en je komt op 123 max, dan
ben je eigenlijk niet echt veranderd. Dus wanneer je een zodanig leefstijl hebt ingebouwd dat het normaal is om minder te eten en te bewegen en de juiste balans te krijgen, dan heeft die operatie ook pas zin. Dus het komt inderdaad ook voor dat ik aan mensen inderdaad afraad om die operatie te doen. Maar eerst te kijken naar de leefstijl in het algemeen. Het Diakonessenhuis die excellente zorg wil bieden middels betrokken medewerkers, gemotiveerde medewerkers op alle niveaus. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Global Care Clinic. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Global Care Clinic. Welkom terug bij Medical Travel. Veel mensen zijn zich er niet van bewust van de mogelijkheden wanneer ze buiten hun schuld om bij een ongeluk betrokken zijn geraakt. Veel blijven afwachten wat de verzekeraar doet terwijl ze kosteloos bijgestaan kunnen worden. Bureau Letselschade HBS gaat ons alle ins en outs hierover vertellen. Letselschadekantoor kan heel veel werk uit handen nemen. Als een slachtoffer een verkeersongeval heeft gehad of een bedrijfsongeval, dan moet hij eigenlijk al zijn energie steken in het herstel en in zijn genezing. En al die dingen die eromheen gebeuren, die kunnen wij nou voor het slachtoffer uit handen nemen. Waarom een letselbureau inschakelen? Een slachtoffer die kan heel veel kosten maken. Direct word je eigenlijk al geconfronteerd met medische kosten. Denk bijvoorbeeld aan het eigen risico van je zorgverzekering. Nou, mensen moeten naar fysiotherapie, moeten naar het ziekenhuis, maken vervoerskosten. Het zijn eigenlijk kosten die direct voelbaar zijn in de portemonnee. En die kosten moeten vergoed worden. En daar zijn wij voor om dat in ieder geval te verhalen. Zijn er veel aspecten qua kosten waar de klant niet eens over nagedacht heeft? De klant die denkt eigenlijk helemaal niet dat ze schadevergoed kunnen krijgen. Bijvoorbeeld ook als je thuis hulp nodig hebt. Nou, mensen die worden vaak geholpen door familieleden, door vrienden. Maar goed, dat is vaak gedurende een paar weken. En dan houdt dat ook weer op. Nou, wij weten bijvoorbeeld dat de verzekeraar daar ook een vergoeding voor verstrekt. Dus dan kan je gewoon ook een betaalde kracht inhuren. En als ik zelf nou schade heb gemaakt, kan ik dan ook de kosten vergoed krijgen? Als je zelf een verzekering hebt afgesloten en je krijgt met je auto een ongeval waarbij je zelf aansprakelijk bent, dan is het mogelijk dat die verzekering je eigen schade vergoedt. Helpt een letselbureau alleen bij grote ongevallen? Het maakt ons niet uit of je een groot of een klein ongeluk hebt gehad. Gewoon altijd even bellen, wij helpen iedereen graag. Vrijwel iedereen komt wel eens in aanmerking met letsel, maar hoe doe je dat nu eigenlijk, je schade vergoed krijgen? Nou, je meldt je schade aan, bijvoorbeeld bij ons kantoor. En dan gaan wij ermee aan het werk. We gaan kijken hoe de aansprakelijkheid in elkaar zit. We melden de zaak bij de betreffende verzekeraar van je tegenpartij. Vervolgens gaan we ook alvast proberen te inventariseren waar de schade in zit. Hoeveel kosten zijn verbonden aan het inschakelen van een letselschadebureau? De hulp bij Bureau Letselschade HBS is helemaal kosteloos voor het slachtoffer. En het is niet zo dat wij kosteloos werken, dat kan natuurlijk niet. Maar de kosten die wij maken, die kunnen wij verhalen bij de aansprakelijke verzekeraar. Je hoeft het niet eerst voor te schieten. Een slachtoffer hoeft zich wat ons betreft daar gewoon helemaal nooit zorgen over te maken. En bovendien zijn daar ook goede afspraken over met de verzekeraars. Bureau Letselschade HBS heeft het keurmerk letselschaderegeling. Dat staat garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid. En alle medewerkers die hier in de letselschade werkzaam zijn, hebben tenminste 20 jaar werkervaring. Kanker is een onvoorspelbare en helaas ook veel voorkomende ziekte. Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die ermee te maken heeft of heeft gehad. En misschien heb je er zelf wel mee te maken. De laatste jaren is er veel geld gestoken in studies en onderzoek en ontwikkelingen van behandelmethodes. En daarom weet men ook steeds meer over deze ziekte. Ik ben nu in Veenendaal en ik ga eens kijken wat dit allemaal heeft opgeleverd. John, kun je vertellen wat brachytherapie inhoudt? Ja, natuurlijk, Simone. Brachytherapie, het woord brachis, betekent dichtbij in het Grieks. En wij bestralen van dichtbij en dat doen wij door een radioactieve bron heel dicht
of in de tumor te brengen, waardoor we een hele hoge dosis straling aan de tumor kunnen afgeven. Dus brachytherapie gaat om het inwendige bestralen in tegenstelling tot andere therapieën uitwendig. Hoe moet ik dat zien? Ja, wat wij doen is eigenlijk een hele kleine radioactieve bron, de grootte van een rijstkorreltje, dus echt heel, heel klein. Die brengen wij via kanalen in het lichaam. Dat kan via natuurlijke kanalen, waar natuurlijke openingen zijn, soms via katheters. En die bron wordt door een apparaat, wat je straks later zult zien, wordt die uitgestuurd naar de tumor toe. Maar het is maar een heel klein radioactief bronnetje. En dat is die inwendige bestraling. Omdat wij die inwendige bestraling zo dicht bij de tumor brengen, kunnen wij heel veel straling afgeven. En het grote voordeel daarvan is dat je niet, zoals bij externe bestraling, door gezond weefsel heen moet. Je kunt in een kortere tijd eigenlijk veel straling afgeven. En je hebt niet de bijeffecten die soms optreden, omdat je bij externe bestraling door gezond weefsel heen gaat stralen. Dus brachytherapie is inwendige bestraling waarbij die bron, inderdaad, een hele kleine bronnetje, bij de tumor wordt gebracht. Voor welke vormen van kanker is dit geschikt? Brachytherapie wordt heel veel gebruikt voor baarmoederhalskanker, prostaatkanker, ook voor borstkanker, maar ook voor andere tumoren in andere delen van het lichaam is brachytherapie geschikt. Ja, want als je kijkt dat een patiënt die dan chemotherapie krijgt of geopereerd wordt, heeft natuurlijk een veel langere herstelperiode, is het niet? Ja, we hebben natuurlijk heel veel patiënten evaluaties en dergelijke gehad. En wat je ziet is dat men heel snel herstelt, dat men soms in een aantal dagen weer aan het werk is. Wat echt op het gebied van behandeling van radiotherapie, zoals jij ook al aangaf, een uitzondering is. Wordt het al veel toegepast in de medische wereld? Ja, ongeveer 10% van de radiotherapiebehandelingen vindt plaats met brachytherapie. Wij schatten zelf in dat met onze apparatuur ongeveer 140.000 patiënten per jaar worden behandeld. En hoe zit het met de kosten? Dat is een belangrijke vraag natuurlijk tegenwoordig met aandacht voor de kosten van de gezondheidszorg. Brachytherapie kent lage aanschafkosten. Maar misschien belangrijker, wij geven minder radioactieve behandelingen per patiënt. Waardoor de patiënt natuurlijk veel eerder weer hersteld is, een kortere periode heeft. Wat ook goed is weer voor de kosten in totaliteit voor de gezondheidszorg. Tijd om dit in de praktijk te gaan bekijken met dokter Ben Pais. Hij gaat mij onder andere de werking van de apparatuur uitleggen. Hij is arts en leidt de Medical Affairs afdeling. Dit is dus de machine waar het allemaal om draait. Kun je daar iets over uitleggen? Dat klopt, Jimena. Dit is inderdaad onze afterloader, de Flexitron. En dit is eigenlijk de machine die gebruikt wordt om de patiënt te behandelen. Wat je hierin ziet is dat je hebt hier als een belangrijk onderdeel deze hele grote, stevige, veilige kluis, ja, waar de radioactieve bron in wordt, ja, bewaard. Op het moment dat de patiënt niet wordt behandeld. Nou, dat is heel belangrijk omdat je niet wil dat er radioactieve straling vrijkomt op het moment dat die niet gebruikt wordt. Nee. Nou, wat verder heel belangrijk is in deze machine is dat er een aantal kabels zijn die gebruikt worden om de bron uit te sturen naar de tumor. En die kabels, de ene kabel gaat eerst door het kanaal waardoor de bron moet gaan om te kijken of het kanaal vrij is, zodat er geen obstructie plaatsvindt. Nee. En de andere kabel, daar zit de bron aan vast. En die wordt vervolgens, als dat kanaal vrij is, in het kanaal gestuurd. Ja. En dan wordt de patiënt behandeld. Okay. Dat gaat niet zomaar. Daar heb je nog een applicator voor nodig. Die applicator die wordt bij de patiënt ingebracht. Dit is een applicator om baarmoederhalskanker te behandelen. Je ziet, dit kan om de baarmoederhals heen. En dit kan een klein stukje in de baarmoeder. Ja. En die wordt middels een transfer tube, die hierop wordt aangesloten. Op het moment dat dit aangesloten is, dan kun je met een vooropgesteld plan, wordt je patiënt behandeld. Nou, ja. Op deze manier krijg je dus een relatief snelle en niet zo heel invasieve behandeling. Nee. Waardoor je hebt dus geen grote operaties nodig om de patiënt op deze manier te behandelen. Nee. En dan natuurlijk, dan vraag ik als mens, als ik naast zo'n machine sta, is het pijnlijk? Nou, het is niet helemaal pijnloos, maar het is de bestraling zelf is zeker niet pijnlijk. Nee, maar het inbrengen van de applicator in dit geval, dat is een normale gynaecologische behandeling. Ja, okay. Dit is dus het apparaat wat gebruikt wordt voor voornamelijk inwendige tumoren. En wat ik je nu ga laten zien in het andere ontwikkelingslab, is het apparaat wat wij ontwikkeld hebben, de Estea, voor uitwendige tumoren. Oké. Okay. Ja, en daar gaan we nu naartoe. Prima. Nou, hier zijn we aangekomen bij de Estea. De Estea is onze nieuwste machine en deze is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van huidkanker. Okay. Huidkanker, dat is een van de meest voorkomende vorm van kanker. Er zijn eigenlijk net zoveel patiënten met huidkanker wereldwijd als patiënten met alle andere vormen van kanker. Dus extreem veel. Het gebruik van deze machine is heel eenvoudig. Mm-hmm. Het positioneren van de patiënt gaat snel. En uiteindelijk is de behandeling 6 keer 3 minuutjes.
Ja. En dan na 3 tot 6 maanden heb je het resultaat bereikt. En het grote voordeel dan wat je hebt is dat je hoeft niet te opereren en je hebt eigenlijk geen littekens. Dat is een fantastisch resultaat. En hoeveel tijd zit er tussen die behandeling van 3 minuten, die 6 keer 3 minuten? Nou, normaal gesproken plan je 1 of 2 dagen tussen de behandelingen. Dus in totaal ben je dan circa 2 à 3 weken bezig met het behandelen van een patiënt. Ja, nu wordt de behandeling gestart. We zitten hier achter de laptop waar eigenlijk het behandelplan in is gemaakt. Mm-hmm. Nou, er zijn een aantal belangrijke dingen die gedaan zijn. Ten eerste zie je dat er een foto in zit en een precieze beschrijving van de tumor die je wil behandelen op welke plek van het lichaam. Om te voorkomen dat je de verkeerde patiënt behandelt en de patiënt op de verkeerde plek behandelt. Ja. En eigenlijk is de rest is voorgeprogrammeerd. Dus nu is het zo, de patiënt heeft de applicator gepositioneerd gekregen op de tumor. Mm-hmm. Nou, de kamer is dicht, de patiënt is geconfirmeerd dat het een goede patiënt is, dus nu kunnen we gaan behandelen. Dit is het. Dit is het. Je ziet dat de tijd is verstreken. Nou, het volgende wat er nu gaat gebeuren is de patiënt die wordt losgekoppeld van de machine, staat op en die komt over 2 dagen terug voor de volgende behandeling. In 3 minuten tijd voor de mensenleven, toch? Ik ben vandaag weer veel te weten gekomen over de mogelijkheden en ontwikkelingen van kankerbestrijding. Tijd om John nog even op te zoeken. Hoeveel mensen werken er hier in de strijd tegen kanker? Ja, hier in Veenendaal werken ruim 220 mensen. En samen met ziekenhuizen werken we hard aan nieuwe oplossingen voor het bestrijden van kanker. En daarin speelt brachytherapie natuurlijk een hele grote rol. Ja, brachytherapie speelt daar een rol in combinatie met de therapieën die voorhanden zijn en soms alleen. En de innovaties die wij doen zijn een belangrijke tool voor ons in de strijd tegen kanker. Nou, dank voor deze informatie en heel veel succes in de toekomst. Dankjewel, Simone. Dit was het dan alweer voor Medical Travel van dit seizoen. Maar 31 augustus zijn we er weer met een heleboel nieuwe afleveringen. En dan hoop ik u weer te zien. Een hele fijne zomer en tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bureau Letselschade, Global Care Clinic, Elektra Brachytherapie.